cijfers, maar critici maken zich zorgen. Immers, de twee kennen elkaar nog maar een paar maanden. Ja, maar er is meer. Cruise is verklaard aanhanger van de Scientology-kerk. En Holmes zou in haar onbezonde liefde die kerk worden ingesleurd. En vooral daarom maakt men zich, ook in ons land, grote zorgen. Sjoukje Drent. Nu begeleidt ze mensen die er los van willen komen. What has happened to you? En wat er met deze Tom Cruise is gebeurd? Have you ever felt this way? Sjoukje herkent dit gedrag. Enorme overdreven blijheid over zijn nieuwe liefde, Katie. Tekenend voor Scientology. Er werd ook gewerkt met het bespelen al van het publiek. Hè? Dat is natuurlijk ook wel inherent aan tv. Alleen hier werd het wel zeer nadrukkelijk gedaan. Het was helemaal in termen van de hug en de big hug. En onvoorstelbaar, overdreven, blij zijn. Scientology begint voor de meesten met een simpele onschuldige persoonlijkheidstest. Vervolgens krijg je te horen. Ja, moet wel wat aan je gebeuren, joh. Het is niet goed. Die test is niet goed uitgevallen. En die adviseert je bijvoorbeeld auditing. Auditing is zoiets als een Scientology-therapie. En daar moet je naartoe. Dat kost heel veel geld. Daarvoor moet je flink diep in de buidel tasten. En dan begint eigenlijk de beïnvloeding. Tom Cruise is al helemaal in de organisatie ingebed. Voor Katie Holmes is het, zo zegt Sjoukje Drent, nog niet te laat. Katie, zou ik willen vertellen, weet jij wel hoe dingen de beïnvloeding in elkaar steekt? En door de uitleg over hoe dat werkt, de werking van dwingende beïnvloeding en wat de impact kan zijn, zullen zulke mensen zien dat het overeenkomt met wat ze zelf ervaren. Nou, u begrijpt het ook, in Nederland, in ons land, is de Scientology-kerk omstreden. De kerk voert al jaren strijd met haar tegenstanders. En volgens hen is Scientology dan ook geen kerk, maar gewoon een secte. Een felle tegenstander van de Scientology-beweging is schrijfster Karin Spaink. Zij ligt al 10 jaar in de clinch met de Scientology-kerk en heeft diverse rechtszaken gevoerd. Dat de vriendin van Tom Cruise, Katie Holmes, continu in de gaten wordt gehouden door de Scientology-beweging, vindt ze niet zo vreemd. Het schijnt inderdaad dat ze geen seconde alleen wordt gelaten. Ik vind dat raar. Ook alleen al vanwege het feit dat ze geliefden zijn, dan wil je niets anders, wil je niets lievers doen dan je bodyguard droppen. Mensen die hoog zijn binnen Scientology en waarvan nog een beetje het idee is van of je ze nou binnen boord houdt of niet, die worden onder druk gezet. En het lijkt een beetje of dat gebeurt. Laat ik het zo zeggen, dat Tom Cruise lid is, is natuurlijk leuk. Het is een leuke man, hij maakt fantastische films. En als hij zich uitspreekt in de media over Scientology, dan kan ik daar alleen maar blij mee zijn. Waar de Scientology-kerk nou precies voor staat, is niet voor iedereen even duidelijk. Scientology is een religieuze filosofie. In Scientology gaat het erom dat je jezelf in eerste instantie beter leert kennen. Jezelf beter leert begrijpen, dat je lekkerder in je vel zit. En de ervaring heeft geleerd dat als dat zo is, dat mensen dan ook meer om zich heen gaan kijken. Meer verantwoordelijkheid willen nemen en kunnen nemen. En dan ook aan de slag gaan om anderen te helpen. Dat klinkt meer zoet, maar volgens Karin Spaik kan je maar beter uit de buurt blijven van de Scientology-kerk. De beweging heeft Karin aangeklaagd wegens inbreuk op auteursrecht. Zo kwam zij in contact met de Scientology en dat was niet altijd even leuk. Ik ben ook geruime tijd in de gaten gehouden. Ik heb later van mensen die tussentijds weg zijn gegaan ook begrepen dat mijn vuilnis tijdenlang is gestolen en is nagezocht. Ze hebben valse aangiftes tegen me ingediend. Ik ben aangehouden bij de grens bijvoorbeeld op verdenking van cocaïnesmokkel. Ik vind het heel vervelend voor haar dat ze daarmee zit. Maar nogmaals, ik heb een hele drukke agenda. Ik heb echt heel andere dingen te doen dan mij daarmee bezig te houden. Toch is het zo dat de Scientology-beweging regelmatig negatief in de publiciteit komt. En ook zijn er een aantal leden boos vertrokken. Wat hebben ze dan geleerd en waarmee zijn ze dan niet blij? Ja, dat zou je moeten vragen, want dat is gewoon een individueel verhaal. Ja, maar dat ga je nu. Dat zou je aan die mensen moeten vragen. Want ja, maar u kent wel de mensen die uiteindelijk zijn. Maar u kent de mensen die uiteindelijk zijn opgestapt. Dus u weet dan wel wat het verhaal is. Tuurlijk weet u dat.
Uiteindelijk wilde Julia kwijt dat leden tijdens een opleiding tot kerklid geen overmatige drugs en drank mogen gebruiken. En daarnaast is het niet toegestaan wisselende partners te hebben. Sommige leden konden die verleidingen niet weerstaan.